Nou, goedemorgen. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Leuk dat jullie weer kijken. Leuk dat jullie weer mijn kanaal hebben aangeklikt. Het regende zo net. Ja, het is wel even lekker. Maar we moeten straks wel naar de boot. Want wij moeten voor onze vakantie even onze beddenboel in orde maken. Wij hebben topmatras gekocht. En die gaan we zelf even op maat maken. Dus zullen we straks mee aan de gang. Maar ja, dan moet het niet zo bloedfysiek het heet zijn. Het zal nu nog heel warm zijn in de boot van de afgelopen dagen. Maar het is nu aan het afkoelen. Het is een beetje donker. Het heeft ook een beetje gehageld. Het is niet meer warm, Romke. Zit je lekker daar? Ja. Heel anders, hè? Het was goed voor die hortensia's. Zo, we zijn weer op de boot. We hebben die topmatrasjes nu meegenomen. Ik heb al eentje liggen. En volgens mij hoeft er aan de maat niet veel te gebeuren. Want, kijk, dit past wel aardig. Kijk, goed, daar loopt het natuurlijk wat rond. Maar een beetje omhoog staat is ook niet erg. Het is van dat traagschuim, dus dat gaat wel meewerken. En dan voelen we die rand ook niet meer zo. Dus het zal nog blijken vannacht of het goed is. Maar ik denk wel dat het een goede keuze is. Ik zal die andere even uitpakken en dan zien hoe het ligt. Half drie. Het zou een hele dikke bui aankomen om 3 uur. Het is wel gezellig druk in de haven. Vakantiestemming zit er al in. Dus laat maar komen die vakantie. Ik ben er zo aan toe. Nou, als het goed is, kan ik droog overkomen. Echt donkere lucht. Eens kijken achter mij. Oeh. Dat is de kerkklok. Dit stukje nog rond en dan gaan we terug. Want ik wil graag droog overkomen. Tijd voor de bui binnen, want het plens nu. Chris zit lekker even de tour te kijken. Ja, dat moet je ook anders, hè? Oh, de ruitenwissers. Wij hebben ruitenwissers. Dat is ook zo. Oh, het rommelt. Oh, gelukkig. Komt lekker af. Je zit in beeld, schat. Je zit in beeld. Ga maar naar het fruitje kijken. Ga maar buiten. Die roodvogel daar in beeld. Mooi. Kom eens. Dik zak. Ga ze af. Zo, ja, ga daar maar heen. Dik, heb je dat? Oh. Waait het in één keer heel hard. Ja. Temperatuurtje nu. We zitten lekker even op het puntje van de boot. Gewoon in ons eigen haventje. Eigen bootje. Het waait verschrikkelijk hard, dus ik weet niet of jullie mij verstaan. Ik weet niet eens waar de microfoon van de dingen zit. Hier zeker, aan deze kant. Moet je zo'n ding hebben, hè? Ja. Waarschijnlijk niet. Dat is lekker. Het is heerlijk. Hoe warm zou het nou zijn? 22. Het is nu 5:15 bijna. Ja, heerlijk. Zo mag het de hele vakantie al doorgaan. Maar ja, je hebt het niet voor te zeggen.
Romp is ook bij ons hier. Rompke. Hey, kijk eens. Kijk eens. Hallo. Een kusje van je nog. Nee. En die frietjes die zijn gegroeid, joh. Die zijn volwassen. Zal zijn. Ik zo. Wacht op baasje. Waar is baasje al? Is ook zo lang weg, hè? Morgen, vandaag is het zondag. Nou, we hebben heerlijk geslapen met die nieuwe matrassen. Het is straalend mooi weer. Het is wel lekker warm hier onder die tent, dus ik zal straks even alles opengooien. Het waait wel lekker. En ik zal straks zorgen dat ik er bij een douche kom. Eerst nog een bakje koffie. En even lekker eten. Chris is al met Romke uit. Echt heerlijk geslapen. Eén keer wakker geweest vanmorgen om 6 uur dat ik naar de wc moest. Maar ja. Heerlijk. Dat is een goed idee geweest, die matras. Dat scheelt echt een jas. Dat scheelt een matras. Ja. Ik zie er niet uit. Ongewassen en zonder make-up nog. Maar dan moeten jullie ook maar eens aan wennen. Ja. Kom maar. Kom maar. Voorzichtig. Kom maar. 3, 2. Lekker even boven het dakje van de boot. Het is heerlijk weer. Het is helemaal niet bloedheet. Er komt ander weer aan. Je ziet het. Je hebt allemaal windveren in de lucht. En je ziet allemaal van die kopjes in de verte al. Dus ik denk dat er weer heel veel water aankomt vanmiddag.
oma met tweede kleinkind. Lief. Vingers leeg. Even lekker eten, want Celine gaat trakteren. Hij staat ingezoomd. Ja, in het licht. Ze zijn zo mooi, dat kan best. Hey hoi, wij waren weer thuis. Heerlijk gegeten bij La Cabanita in Leeuwarden. Maar ik ga lekker badderen en dan ga ik op bed. Hey, hallo. Het is inmiddels alweer donderdag. Ja, ik heb heel weinig gefilmd de afgelopen dagen, want ik had de schilder hier over de vloer. Of over de vloer, die is buiten bezig. En ja, dan ga je niet lopen vloggen. Het was hectisch druk. Dus niet veel gefilmd. Ik heb nu ook zo'n ding, zo'n bandana. Ik zag het bij iemand in een vlog, die had zo'n ding om. Wie was het ook alweer? Oh ja, de moeder van Robin, van Robin Dushi. Je had zo'n leuke bandana in. En anders doe je altijd als het warm is een staartje. En Celine die was laatst bij zo'n winkel. En kan je voor mij eens kijken of ze van die dingen hebben. Nou, dan stuurt ze me even wat foto's van verschillende en dan mag ik uitkiezen. Heel handig. Dus ik ben nou ook aan de bandana. Ik was trouwens vanmiddag even bij de Aldi vanuit het werk en ik zag dat ze make-up hebben. Had ik nog niet eerder gezien. Ik weet ook niet hoe lang ze dat al hebben, maar ik heb dus rouge meegenomen. Dat is deze. Want ik had vorige keer rouge meegenomen, die was iets te oranje. En deze is precies de goede kleur. Was met 2 euro, 1,99. En het is een... er zit geen kwastje bij, er zit wel een spiegeltje. Voor mee te nemen op vakantie, want ik heb rouge in zo'n groot palet zitten en die ga ik dus niet meenemen. Dat neemt veel te veel ruimte in. Dus deze past mooi in mijn toilettasje en een compactpoeder, ook 1,99. Dus dan kan je geen bouwaanvallen als het niet bevalt, maar ik heb deze vandaag al gebruikt en ja, goed gepigmenteerd. Dus als het allemaal goed blijft, dat ik het tegen kan, geen allergieën ervan krijg, dan is dat een aanrader? Goedenavond, vandaag is het vrijdag. Ik ga de vlog afsluiten. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal, dat is gratis. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende vlog. Doei doei!